Vorige week besloot de gemeenteraad van Rotterdam dat er versneld een Jules Deelderstraat moet komen. Maar waar moet die straat eigenlijk komen? De supportersvereniging van Sparta, die hebben daar wel een idee bij. Zullen wij laten horen? SP, AR, TH. We hebben via Twitter de wethouder en het college benaderd om toch vooral na te denken om Sparta Park Noord, waar we hier staan, om dat om te dopen in Jules Deelderplein. Want dat zien jullie wel zitten? Absoluut, zeker. Ja, hij is geen speler geweest of een trainer die zijn sporen heeft verdiend op het veld of langs het veld. En daar zijn de tribunes en het supportershome en de Bosselaar voor. Die vernoem je naar ex-spelers en trainers. En dit plein hier voor het stadion zou perfect uitkomen wat mij betreft. Hebben jullie het al besproken met Sparta zelf? Ja, heel toevallig of niet. Hadden we gisteren een regulier overleg met de supportersvereniging met Sparta. En daar hebben we het ook neergelegd. En er waren wat voor's en tegens, maar als we de plussen en de minnen naast elkaar neer zouden leggen, zijn er veel meer plussen. En Sparta staat er niet onwelwillend tegenover om het eventueel op tafel te leggen. Ik denk dat Jules Deelder een fantastische betekenis heeft gehad voor deze club en de PR daarin. En dat hebben we als club zijnde ook recentelijk laten blijken door hem lid van verdienst te maken. Ik denk dat het gewoon thuis hoort waar het nu op dit moment op tafel komt te liggen. En dat is bij de cultuurbewakers. Laten zij er nou in eerste instantie nou een mening over geven. En vanaf dat moment gaan we kijken hoe snel dat gaat. Ja, maar ik zit even zo te kijken, maar er staan alleen maar auto's. Het is gewoon een soort parkeerplaats. Doen we Jules hier niet een beetje tekort mee? Ja, maar zodra het Jules Deelderplein genoemd gaat worden, gaat hier ook veel meer gebeuren, neem ik aan. Ik denk ook zeker het argument wat wij aangedragen hebben, dat in deze buurt heel veel schrijvers hun naam hebben verbonden aan de straat. Multatuli, PC Hoofd, Huygens, Van Lennep, Da Costa, Brederode, ga zo maar door. Ja, daar zou Deelder natuurlijk perfect in passen. Nou Peter, zou dit dan een prachtige paal kunnen zijn om het bordje op te hangen? Ik denk het wel. Het is een hele mooie plek. Een mooie brede paal. En dan een mooi bordje en dan het liefst in zwart-wit. Zwart bordje, witte letters in de stijl van Jules. En dan zie ik ook voor me, want zo'n paal was breed genoeg om daar ook wat dichtregels op te zetten. Dus dit gaat er worden dan? Ja, wat mij betreft. Ja. Mooi paaltje.